Deze superbus zoeft over 5 à 10 jaar door Zeeuws-Vlaanderen. Tenminste, als het aan Wibbe Ockels ligt. De wetenschapper en oud-astronaut werkt al jaren aan de elektrische bus. Gisteren presenteerde hij hem in Katwijk aan het publiek. De N61 in Zeeuws-Vlaanderen is een van de gebieden waar de bus mogelijk gaat rijden. De superbus kan 23 passagiers vervoeren en haalt een snelheid van 250 km per uur. De hoofdweg, daar moet dus een speciale baan zijn voor de superbus. Daar rijdt hij hard. En daarnaast kan hij gewoon de gewone weg rijden. En dan rijdt hij gewoon als een gewone bus, zeg maar. Dan rijdt hij ook gewoon een deur binnen. Concrete plannen zijn er nog niet. Toch weet Ockels zeker dat de superbus er gaat komen. Commissaris van de Koningin Carla Peijs ziet vooral financiële obstakels. Als wij het op dit ogenblik zelf moeten betalen, helaas, dan komt die mooie bus, die komt er niet.